Dan wordt er steeds meer bekend over de nieuwe leider van IS. Ja, hij heet Amir Mohammed al-Sabi. Dat schrijft de Engelse krant The Guardian. Ze hebben dat gedaan op basis van bronnen van twee inlichtingendiensten. Dus het is wel echt zeker dat het om deze man gaat. Hij zou volgens de krant een medeoprichter van IS zijn. Een carrière hebben gemaakt binnen die terroristische organisatie dankzij zijn achtergrond als islamgeleerde. Ook zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor de genocide op de Yazidis in 2014. Ja, duizenden mensen die werden daarbij natuurlijk vermoord. En de inlichtingendiensten zouden onder andere in Turkije naar hem op zoek zijn. Ja, Silvan, kan zo'n man IS nou weer groot maken? Hoe belangrijk is een nieuwe leider daarbij? Ja, deze organisatie is op dit moment natuurlijk vooral echt een netwerk. Daarbij helpt het wel op het moment dat er een kopstuk is die die organisatie natuurlijk zoekende is. Hè? Zoekende naar nieuw territorium, zoekende naar nieuwe doelwitten. Ze zijn natuurlijk uit elkaar geslagen en grotendeels vernietigd door de aanvallen op IS. Een nieuw kopstuk kan wel helpen om weer opnieuw richting te geven. En om volgelingen weer opnieuw te inspireren van, oh ja, ik wil hier toch bij horen. Ja. Maar moeten we ons dan direct zorgen gaan maken? Nou, we moeten ons sowieso erg zorgen maken over IS. Ook sinds ze verslagen zijn is er natuurlijk geen enkele reden om te denken dat het gevaar geweken is van IS. Want ze loeren op een kans om opnieuw voet aan de grond te krijgen, ook letterlijk.